Jorna. Op dit moment kan ik de telefoon niet beantwoorden. Laat de boodschap achter na de piep, dan bel ik zelf weer terug. Dit was mijn voicemail 2 jaar geleden. Mijn naam is Roland Jorna, 45 jaar. Ik heb 6 november 2014 de diagnose ALS. ALS is een meedogenloze ziekte. Iemand die de diagnose ALS krijgt, heeft vaak nog maar 3 tot 5 jaar te leven. Want er is gewoon nog steeds geen oorzaak en geen medicijn voor deze ziekte. En daarom gaan wij vandaag de nieuwe Amsterdam City Swim zwemmen ter voorbereiding van de Amsterdam City Swim in onze hoofdstad in Amsterdam op 6 september. Ja, en we staan hier met Roland. En Roland is degene voor wie wij gaan zwemmen. Roland heeft in november 2014 de diagnose ALS gekregen. En ja, we gaan het toch eventjes aan hem vragen, want hij komt hier om ons aan te moedigen. Roland, denk jij dat wij het gaan halen? Absoluut. Van overtuigd dat jullie het halen. Dus ik zeg, jump in. Ja. Nou ja, dan gaan we dat maar doen. We gaan maar erin jumpen dan, toch? Hey everybody, welcome to the new Amsterdam City Swim. Who's ready to take a dip? Start spreading the news. The moment is here. Ja, we staan er helemaal klaar voor. We hebben onze outfits aan. We staan aan het water. We zijn er klaar voor. We gaan gewoon beginnen. New York, there's nothing to lose. We're all on the pier. Jump in the very heart of it. New York, New York. Today we woke up in a city ready to swim. Echt te gek. Holy shit, wacht even. Dat is fantastisch, hier doe je het voor toch? Oh man. Zwaarder dan in eerste instantie gedacht. Maar bij pier 45 begonnen we en bij 440 kreeg ik echt wel kramp in mijn kuiten waar ik al bang voor was vanaf het begin. En dan zit je echt op 20% van wat je nog moet zwemmen. Dus. Oh man. Maar dan op een gegeven moment zie je die trap hier steeds dichter in de buurt komen en dan ja. Dan is het gewoon oren dicht, neus dicht, mond dicht, alleen open om te ademhalen en gaan. En dan haal je het. Roland. Ben je blij? Heel mooi. Dit is hem dan. Nee, het was mooi. Er was wel heel veel golven. Dus voor de mensen die dan minder goed getraind zijn. Is best wel lastig, maar fantastisch. Dat was genieten. Wat een setting. Waanzinnig. Elke keer als je boven water komt, een beetje spuug je dan een beetje zo'n beetje die hutsen uit. En dan met de achtergrond die skyline. Het is echt spectaculair. Nou, als je geheim hoort, dan ben ik het. We hebben het gehaald. Binnen 3 kwartier hebben we zojuist gehoord. Dus daar zijn we denk ik best wel heel erg trots op. Het was best heftig. Ik ben weer de emotionele tring die weer eens moet janken. Maar we hebben het gehaald en nu gaan we voor Amsterdam. Die 2 kilometer, daar gaan we voor. En doneer alsjeblieft, weet je. Mensen met ALS die hebben dit gewoon keihard nodig. En dat is precies de reden waarom wij het doen. Wij proberen het geld in te zamelen. En als je ons wil helpen, dan ben jij de held van de dag. Niet wij, maar jij bent de held van de dag als je doneert. Ga alsjeblieft naar radioveronica.nl/cityswim en doneer, alsjeblieft.